Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem plant ruim 2,2 hectare nieuw bos langs de Bemmelse Zeeg in Park Lingenzege. Dat doet het museum om de bomenkap te compenseren die nodig is gebleken voor de presentatie van de Canon van Nederland. Dat is de geschiedenis van Nederland in 50 vensters van belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen. Als start zijn voor de aanplant van het nieuwe bos planten de Lingewaardse wethouder en bestuurslid van Park Lingenzege Johan Sluiter en directeur van het Nederlands Openluchtmuseum Willem Beideveld een 5 meter hoge stek van een rode beuk. Ja, deze ent is afkomstig van een beuk die in het Openluchtmuseum heeft gestaan, ruim 100 jaar. Ja. Maar goed, die moest weg. Met pijn in het hart is die toen gekapt. Maar meteen zijn er enten van getrokken en die zijn in de kwekerij van het Openluchtmuseum helemaal opgekweekt. En hier staat er dan één en het is eigenlijk heel prachtig om te zien dat die oude beuk deze jonge beuk heeft voortgebracht. Ja. Natuurlijk vragen we ons af, waarom heeft u destijds die overeenkomst met Park Lingenzege bedacht? Waarom Park Lingenzege? Ja, dat is in goede samenwerking met Staatsbosbeheer gedaan. In het Openluchtmuseum, heel dynamisch museum, verandert natuurlijk wel eens wat. Daar gingen een paar bomen weg. Dan hebben wij de verplichting om bos aan te planten. En samen met Park Lingenzege en Staatsbosbeheer zijn we op dit terrein uitgekomen. Natuurlijk een prachtig gebied in onze regio, in ontwikkeling. Wordt een openbaar natuurpark in deze mooie zone. En ja, het is toch schitterend dat deze boom daar het eerste steentje aan bijdraagt, om het zo te zeggen. Ja, het is een stukje openluchtmuseum wat hier dus gaat voortleven. Het natuurlijke deel van het Openluchtmuseum, absoluut. Prachtig park, het Openluchtmuseum, 44 hectare en hier dan 2 hectare bos. Het is een bijzondere overeenkomst met het Openluchtmuseum. Ja, dit is een prachtige samenwerking tussen het Openluchtmuseum, maar ook de provincie en de gemeente Arnhem. Dus ik ben er als bestuurder van Park Lingenzege bijzonder trots op dat we dit hebben kunnen realiseren. Super. Had u dat verwacht met het Openluchtmuseum samenwerken? Nou, eigenlijk wel. En ik leg de link ook naar Fort Pannerden. En onderweg hier naartoe dacht ik van, nou, ik spreek dadelijk de bestuurder van het Openluchtmuseum en ik ga gelijk een haakje leggen richting ons Fort Pannerden. Een combinatie Fort Pannerden Openluchtmuseum, om daar bezoekers, toeristen naartoe te trekken, zou ik bijzonder kunnen waarderen. Dus we hebben die afspraak gemaakt en we gaan het inzetten. U samen een stek van een oude rode beuk geplant. Wordt dit nou een beukenbos? Nee, loofbomen komen verschillende typen. Maar dit is een symbool. En dit symbool zegt denk ik voldoende dat er goede samenwerking is hier in de regio. Waar ik weer ontzettend blij mee ben. Dus fantastisch. Beetje symbolische functie ook. Absoluut, zeker. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is dus goed. Park Lingenzege maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Het aanleggen van nieuwe ecologische verbindingen brengt de natuur van de grote rivieren tot midden in het landschapspark. De Bemmelse Zeeg tussen de Zandse Straat en de Ressense Straat in Bemmel maakt deel uit van zo'n verbindingszone. Hoe wordt de natuur van de grote rivieren nou in dit landschapspark gebracht? Ja, dat doen we eigenlijk met een ecologische verbindingszone. Die loopt eigenlijk vanaf de dijk bij de Waal tot eigenlijk ook diep in Park Lingenzege, een deelgebied waterrijk. En de Bemmelse Zeeg die vormt dat lint. Daar worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. En omdat soorten ook rustplaatsen nodig hebben, zeg maar, worden de ecologische stapstenen op bepaalde afstanden voor elkaar aangelegd. Nou, hier is dus de Bemmelse Zeeg is dus een onderdeel van dat totale ecologische lint. Ja, dat is natuurlijk de vraag, hoe gaat dat eruit zien, die ecologische verbinding? Nou, die ecologische verbinding is dus, wat ik al zei, hè, de Bemmelse Zeeg wordt verbreed met een natuurvriendelijke oever, waar dus straks hopelijk veel riet gaat groeien. Daarnaast worden die ecologische stapstenen aangelegd, een soort bos. In dit geval is het ongeveer zo'n 4 hectare bos wordt er aangeplant. Waar veel verschillende soorten een rustplaats kunnen vinden. En van de grote gebieden kunnen uitwisselen onderling. Wanneer komen die boompjes? Binnen enkele weken worden die geplant. Maar goed, dat zijn echt een klein formaat. En die heeft nog 10 jaar nodig voordat dat een beetje als bos lijkt. Ja, tot slot, behalve de aanplant van dat nieuwe bos, moet natuurlijk nog veel meer gebeuren hier om die verbindingszone, de Bemmelse Zeeg, te realiseren. Ja, dat klopt. Niet alleen die natuurvriendelijke oever en dat bos gaan we aanplanten, maar daarnaast zorgen we ook als Park Lingenzege dat dat stukje recreatief medegebruik mogelijk wordt. Hier juist dicht bij de kern van Bemmel, zodat mensen een soort uitloopgebied hebben. Er wordt een soort wandelpad voorzien met een bruggetje ook over de watergang heen. Hier straks komen straks ook nog worden laanbomen geplant, zodat je een beetje dat uitlopen krijgt van het zuidelijk gelegen deelgebied Doornik, Dus dan krijg je een soort strakke laan waar mensen kunnen lopen en toch een stukje natuur beleven. Er wordt wat parkmeubilair aangelegd. En dat maakt denk ik het verhaal toch wel compleet. Dus natuur, recreatie dicht bij de kern. En wordt hartstikke mooi. Na verwachting zijn de uitvoeringswerkzaamheden voor de Bemmelse Zeeg eind dit jaar gereed.